Kom maar. Ja! En ze denken dat ze dat dit jaar weer gaan doen. Maar denk je dat nou echt of is dat een beetje teren op vorig jaar? Nou, ik lag vannacht pas om 4 uur in bed. Dus ik weet niet of dat goed is voor mijn intelligentie. Hebben die encyclopedie doorgespitst of zat je in de kroeg? De encyclopedie die lag onder mijn kussen, zeg maar. Ja, ja. Nou, dan begrijp je hoe studenten het doen tegenwoordig. Wie denk je eigenlijk dat er vanavond gaat verliezen? Heb je enig idee? Blond. Blondje. Nou, blondjes, die mag best van je laten horen als ze zulke dingen zeggen, hoor. Dat komt later wel. Ze denken, als we winnen, dan pakken we ze goed genoeg. Nou, de test is natuurlijk zo gemaakt en dat je thuis heel makkelijk mee kan doen. Met pen en papier mag ook duidelijk zijn. Maar omdat we live zijn, kan je ook via sms meedoen. En het voordeel daarvan is dat je aan het einde niet zelf je score hoeft te berekenen, maar dat je hem gewoon krijgt via een sms'je. Lekker makkelijk. Het werkt als volgt. Jij stuurt ons in totaal 3 keer een sms'je met je antwoorden. Je hoeft dus niet na elke vraag een sms'je te sturen, want dan zou je 72 sms'jes moeten opsturen en dat wordt een beetje duur. Ik geef dus elke keer duidelijk aan wanneer je je sms'je moet versturen en je verstuurt dan steeds 24 antwoorden tegelijk. Voor het overzicht is het daarom misschien handig als je eerst eventjes de antwoorden op een papier zet en dan toets je later de 24 letters in en dan zend je ze ook gewoon door naar het nummer 4600. 4600. Oké, iedereen thuis, of je nu meespeelt via internet, sms, met een scorekaart of gewoon met pen en papier, ga er goed voor zitten, haal diep adem. Het is inmiddels echt de hoogste tijd om te beginnen. Dus heel veel succes met de Nationale IQ-test 2002. Ja, we gaan nu echt beginnen. En we beginnen met een onderdeel dat heet verbaal. Als eerste gaan we kijken hoe het zit met je woordenschat. De bedenktijd die je hebt bij dit onderdeel is 10 seconden. Nou, om er even in te komen, en dat is echt dan nog heel even, dan is het echt helemaal serieus, hè? Even erin komen met een kleine voorbeeldvraag. De vraag is, wat betekent alert ongeveer? En je ziet dus ook, dit is een voorbeeld, maar je ziet dus ook hoe snel die tijd gaat. In dit geval, dat doe ik alleen nu, geef ik even het juiste antwoord. Het juiste antwoord is in dit geval waakzaam. Als alles nu duidelijk is, ja, Sylvana had er nu al één goed, maar deze telt niet. Oké, we gaan beginnen nu. Concentratie, de eerste echte vraag. Vraag 1. Wat wordt bedoeld met de term huisarrest? Vraag 2. Wat betekent huldigen niet? Vraag 3. Wat is een phonoholic? Vraag 4. Waar wordt naar verwezen als men de term apocalyptisch gebruikt? Vraag 5. Wat is appelleren niet? Vraag 6. Wat is een monocraat? Even. U bent politicus, Tweede Kamer. Laten we zeggen, nog heel even in de Tweede Kamer, toch een beetje de tempel van het verhullend taalgebruik is. Is het moeilijk tot nu toe? Ja, er zaten wel 3 verhullende woorden in, ja. Ja. Maar heeft u ze goed, dacht u? Nou, 2 niet. Oké, nou 2 niet. In 6, dan heb je er toch 4 wel goed. Ja, zo kan je het ook. Oh, het gaat lekker dus. Mooi. We gaan verder. Met vraag 7. Wat betekent passiviëren? Vraag 8. Waar kan een paddenstoelwolk het gevolg van zijn?
Vraag 9. Welk woord betekent ongeveer hetzelfde als proleet? Vraag 10. Welk woord hoort niet in het rijtje thuis? Vraag 11. Welk woord betekent ongeveer hetzelfde als zwijm? Vraag 12. Wat betekent paningenese ongeveer? Hoe zit het met jouw paningenese? Nou, ik heb er sowieso al 3 waar ik het nu van weet die fout zijn. Die ik daarna zei van dat het moeten wezen. Ja, het heeft ook te maken met snelheid. Hè? Ja, je moet het ook snel kunnen maar je doen. Moet er de eerste paar keer even erin komen. Want ik heb nu al 3 dat ik zeg van dat was het. Dat ik eigenlijk te laat ben. Maar snelheid is toch niet jouw zwakke punt normaliter? Ja, maar je moet er even inkomen. Oké, dus je hebt nu geen excuses meer. Hè? Nu ben je er wel in, hè? Nu ben ik erin. Oké, hij is erin. Goed, Bridget, hoe gaat het eigenlijk in de studio? Nou, het is hier ook echt ontzettend spannend, want er zitten maar liefst 258 mensen hier in de studio. En daarvan hebben het nummer 8 foutloos gedaan, na 1 onderdeel. Ik weet niet of dat veel goed voorspelt. In ieder geval heb ik hier achter mij de boeren en we gaan zo meteen door met het onderdeel spreekwoorden. Volgens mij wordt er in, nou, minstens het halve werk van het spreekwoordenboek wel iets gebruikt met een boer. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Boeren slimheid, lachen als een boer met kiespijn. Kennen jullie nu ook alle betekenissen achter die spreekwoorden? Ja, die kennen we wel, ja. Nou, deze spreekwoorden krijg je dus duidelijk niet, maar Jeroen heeft wel een paar andere voor je. Ja, ik heb spreekwoorden en die zijn een stuk moeilijker en er komt ook niet altijd een boer in voor. Je hebt wel steeds 25 seconden bedenktijd. Ik ga eerst weer even, om het toch even inzichtelijk te maken, met een voorbeeldvraagje komen. Bijvoorbeeld, makkelijk natuurlijk, wat betekent wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in ongeveer. Nou goed, in dit geval, je ziet dus nu hoeveel tijd je daarvoor hebt. Dus dat is prettig. Ik geef je nu in dit geval alvast even het goede antwoord. Het goede antwoord is natuurlijk, iemand wordt slachtoffer van zijn eigen streek, C. Oké, dit was het voorbeeld. Telt ook niet mee. Maar nu zijn we wel weer serieus. We gaan verder met vraag 13. Vraag 13. Wat betekent koud bier maakt warm bloed ongeveer? We gaan naar vraag 14. Wat betekent een mens is alleen onmisbaar bij zijn begrafenis, ongeveer? Vraag 15. Wat betekent 2/1 is moord, ongeveer? Vraag 16. Wat betekent een volle kan zwijgt niet, ongeveer? Vraag 17. Wat betekent het is stil waar het nooit waait, ongeveer.
Vraag 18. Wat betekent de duivel schijt altijd op de grootste hoop? Ongeveer. Sylvana, klopt dat wat jou betreft, dat laatste spreekwoord eigenlijk? Ik heb geen idee. Nee. Ik kan me er niet mee... Nou ja, goed, ik heb er geen affiniteit mee. Nou, nou zaten er weliswaar geen boeren in de spreekwoorden, maar... Nou, het waren allemaal spreekwoorden waar, geloof ik, niemand echt ooit eerder van gehoord had. Dat vind ik wel heel knap. Heeft Rob Oudkerk ook nooit van gehoord? Nou, die laatste wel. Maar die 13, 14, 15, 16, 17, ik weet niet waar jullie ze vandaan halen. Ja, dat is geheim. Hè? Dat vertellen we pas in deel 2 waar we ze vandaan hebben. Goed, we gaan weer verder. We gaan naar alweer het laatste onderdeel van het verbale blok. En dat zijn de analogieën. Per vraag, simpel hè, analogieën. Heb je 20 seconden bedenktijd? Ik geef eerst weer even een voorbeeldje. Een voorbeeld is, mens staat tot huis als... Nou ja goed, in dit geval is dat vrij simpel. Het juiste antwoord hier is natuurlijk B, want voor een konijn is het hol eigenlijk zijn huis. Simpel hè? Oké. Okay. Allemaal duidelijk nu? Dan nu weer stil, ook de blondjes. Het is tijd voor vraag 19. Vraag 19. Kalm staat tot onrustig als... Vraag 20. Overal staat tot ergens als... Vraag 21. Sluw staat tot uitgekookt als... Vraag 22. Zout staat tot bitter als... Vraag 23. Waakvlam staat tot inferno als... En dan vraag 24. Pinguïn staat tot vogel als... Oké, dat waren de eerste 24 vragen. Dat was het onderdeel verbale intelligentie. Het was nog lekker stil eigenlijk. De eerste van de drie onderdelen van vanavond zijn nu getest. Jullie kunnen heel even ademhalen. En dat was dan nog maar het eerste blok. En volgens mij was het echt heel erg moeilijk.
Als je met je mobieltje meedoet thuis, is dit dus het moment om je allereerste sms'je met 24 antwoorden te gaan versturen. Check voor de zekerheid nog even of je inderdaad 24 antwoorden hebt. En stuur ze dan via telefoonnummer 4600. En let goed op, alleen de antwoorden intoetsen, dus geen vragennummers. Dus 24 antwoorden ingevuld, toets dan telefoonnummer 4600 en verstuur ze. Ja, we hebben net natuurlijk het eerste blok gehad, het onderdeel verbaal. En we weten van blondjes dat ze vaak al moeite hebben met de D of de T in blond. Maar kennelijk zitten er wat blondjes op de tribune die hun haar hebben geverfd. Want ze zijn zeker niet de slechtste tribune op dit onderdeel. Dat zegt natuurlijk nog niet heel veel, want er zijn nog heel wat onderdelen te gaan. Dus tijd voor het tweede blok. Mooi. Let op. Het is tijd voor het tweede onderdeel van de Nationale IQ-test 2002. In dit blok komen je visuele inzichten en je geheugen aan bod. Ja, we beginnen met waarneming. Ik kom eerst weer even met een voorbeeldje. Je hebt 15 seconden bedenktijd. Let op. Het voorbeeld is, welk plaatje hier is anders? Je ziet hier vier kerstmannen. En ik kan je natuurlijk in dit geval vrij gemakkelijk de oplossing geven. Het antwoord is B, want daar is het figuurtje een andere kleur, geel in plaats van groen. Oké, het is al een aantal keren gezegd, ook door de psycholoog. Het wordt steeds moeilijker en de voorbeelden zijn natuurlijk het makkelijkst. Dus concentreer je weer, dan gaan we nu verder met vraag 25. Vraag 25, welke motor is anders? Vraag 26. Welk gebouw is anders? Vraag 27. Welke snowboarder is anders? Vraag 28. Welke auto is anders? Ja, af en toe zit de cameraman er misschien voor, maar Rob Campus, jij bent toch wel denk ik gewend om een beetje waar te nemen als cabaretier. Je moet natuurlijk goed kijken als je iets wil nadoen van een ander of specifieke kenmerken wil overnemen. Een hele intelligente vraag, Jeroen, maar dat mooie komt brug, hè? Niks van. Je bedoelt dat je dit niet kan? Nou, zonder verrekijker, hallo, moest kijken wat het... Jij hebt daar die scherpjes voor je ogen zitten. Nee. Wij hebben dit getest met Vincent Bijlo en die zat ook daar op jouw plek. Ja. Dus dat is een slap excuus. Die auto's, dat zag ik, daar heb ik verstand van. Ja, dat was een grill, hè? Ja. Cabaretiers en grillen, het is altijd hetzelfde eigenlijk. Ja. Goed, we gaan verder. Het is tijd voor een moeilijk onderdeel, vind ik zelf. Het onderdeel geheugen. Ik ben al vergeten waar het over gaat. Je hebt steeds 30 seconden de tijd om iets goed in je op te nemen. En dan krijg je er een vraag over en heb je 10 seconden bedenktijd. Ik geef eerst weer even een voorbeeldvraag. Kijk goed naar deze 12 letters. Dit is het voorbeeld, maar het telt natuurlijk al wel even voor je hoofd, dat je alvast even weet waar je mee bezig bent. Kijk goed naar deze 12 letters. Sla ze op in je geheugen. Waarom zou je? Ja, omdat je nou eenmaal meedoet. Nou is mijn voorbeeldvraag die daarbij hoort heel simpel, welke letter zat er niet bij? Daar heb je maar heel kort voor, hè, voor dat antwoord. Het juiste antwoord in dit geval is antwoord C, want de letter Z zat er niet bij. En om nou te zorgen dat dat niet steeds een gouden hoer erover wordt, je kunt het meteen weer zien. Dus je ziet meteen, oh ja, dat klopt inderdaad, Z zat er niet bij. Ja?
Goed. Dat doe ik nu even, zodat je het weet. Bij de antwoorden gaan we daar straks in deel 2 allemaal ruim over verder. Ik denk dat het allemaal wel duidelijk is. We concentreren ons weer. Geen voorbeeldjes meer. Het is nu weer voor het echi. We gaan naar vraag 29. En vraag 29 is, kijk goed naar deze 12 letters. En nu komt de vraag, welke letter zat er niet bij? De opdracht van vraag 30 is, kijk goed naar de onderstaande woorden. En de vraag is natuurlijk, welk woord zat er niet bij? Bij vraag 31 gaan we het doen met de onderstaande cijfers. En de daaruit voortvloeiende vraag is helder. Welk cijfer zat er niet bij? Goed. De volgende vragen die je gaat krijgen zijn ook geheugenvragen. Alleen ze zijn net even anders en daarom toch nog even één voorbeeldvraag. Daar komt de voorbeeldvraag aan. Kijk goed naar deze naam en adresgegevens van Tim Veenendaal. Je hebt 30 seconden de tijd om alles wat je wil weten van Tim Veenendaal in je op te nemen. En dit is nog een voorbeeld, hè? En je weet dat het dus steeds moeilijker wordt. Want de vraag die hieraan kleeft is eigenlijk heel makkelijk. Wat is nou de juiste postcode van Tim Veenendaal? Nou, ik kan hem nu wel even verklappen natuurlijk, omdat het een voorbeeld is. Het juiste antwoord was D3973XX. Daar heb je hem. Antwoord D. Maakt niet uit of je hem goed of fout had, hij telt toch niet. Maar de volgende allemaal weer wel. Dus concentreer je weer. We gaan naar vraag 32. Kijk goed naar deze naam en adresgegevens. De vraag is simpel. Wat is een telefoonnummer? Hij wordt weer iets moeilijker. Vraag 33. Kijk goed naar deze gegevens. De vraag is, wat is het juiste telefoonnummer?
van Ronald Bergsma. Vraag 34. Kijk goed naar deze naam en adresgegevens. Nou, de vraag is simpel. Wat is het juiste faxnummer? Goed, maar even. Yvonne, ken jij de nummers en adressen van de meeste van jouw collega's uit je hoofd? Ik ken helemaal niks meer, want alles staat in mijn mobiel. Je traint het ook niet meer. Dus je kunt het ook, ja, je bent niet meer getraind om het te onthouden. Ik vind het niet leuk. Rob Oudkerk, als het mobieltje stuk is, dan zou je Wim Kok niet kunnen bellen, begrijp ik. Direct. Nou, het staat in mijn agenda. Die is... Oh, ook nog in je agenda? Ja, dat is een stuk handiger. Ja. Hoe ging het eigenlijk met de anderen? Hadden jullie het makkelijk of niet? Ik hoorde weinig gezucht eigenlijk van de BN'ers. Maar het was onwijs moeilijk. Ja? Ja, ja, niet te doen. Nee, ik had bij de laatste had ik alleen die drie laatste cijfers onthouden, maar ja, die waren allemaal hetzelfde. Maar heb je ik bel die mensen nooit, joh. Nee. Maar goed, dit is wel de kans om die mensen eens te leren kennen misschien. Ja. Ja. Regilio, ging het bij jou? Nee, ik heb goed de naam onthouden. Je vraagt op cijfers. Ach. Ellen? Ik had ook alleen die laatste drie cijfers onthouden, dus dat schoot niet op bij die laatste. Jan, had jij daar nog een speciale... Ja, ik had mijn bril niet op, dus ik heb gewoon willekeurig gedaan. Ja? Sylvana ook willekeurig? Nou, bij eentje heb ik gewoon echt zonder te kijken zo iets ingedrukt, want dat ging me iets te snel. Maar ik heb mijn best gedaan. Okay, hoe is dat in de studio gegaan, Bridget? Nou, volgens mij niet echt heel veel beter, tenminste, wat betreft de studenten. Je zou denken dat ze hoge ogen zouden scoren, zeker nadat ze vorig jaar hebben gewonnen. Maar de geheugenronde scoorden jullie echt het allerslechtst van alle tribunes. Ja, waarschijnlijk dan toch iets te veel gezopen gisteren. Maar Jeroen, jij bent hartstikke nuchter, dus we gaan door met het volgende blok. Mooi. En dat volgende blok, dat heeft als onderdeelnaam spiegelbeelden. Je krijgt straks vier figuren te zien, waarvan steeds één figuur in spiegelbeeld is. Het is niet makkelijk, let dus goed op. Eerst weer een voorbeeldvraag. Je hebt overigens 20 seconden bedenktijd. Hier komt het voorbeeld. Welke letter van deze vier is in spiegelbeeld? Nou is dit een voorbeeldvraag, dus ik kan nu wel een beetje met het antwoord beginnen. Het juiste antwoord is B. Ja? Oké. Tot zover het voorbeeld. Nu even, echt weer even serieus. Leid elkaar niet af. Het is echt belangrijk om dit, als je het goed wilt doen, is het belangrijk dat je je concentreert. Ja, dat is misschien, blondjes weten blondjes eigenlijk wat een spiegelbeeld is, of niet? Ja? Ja, daar sta je natuurlijk de hele dag voor. Oké, we gaan serieus verder met vraag 35. Welk cijfer is in spiegelbeeld? Vraag 36. Concentreer je. Welk figuur is in spiegelbeeld? Vraag 37. Welk figuur is in spiegelbeeld?
Vraag 38. Welk figuur is in Spiegelbeeld? En ook voor vraag 39 geldt, welk figuur is in Spiegelbeeld? Vraag 40, nog zo één. Welk figuur is in Spiegelbeeld? Oké, je mag weer even ademhalen. Ja, maar, ja. Ik had het idee bij de BN'ers dat er nogal wat overlegd werd, hè, of niet? Irene, zeg jij eens... Ja, maar, nou, ik begon nu echt voor het eerst te twijfelen aan mijn IQ. Ik dacht, nou, dit is content, hier knap ik niet van op van dit soort spelletjes. Maar dit was het eerste moment dat je daaraan twijfelde? Ja, dus echt nou, voor het eerst pas in mijn leven dat ik denk, het gaat niet het helemaal gaat niet goed. Komt het wel eens voor dat jij je eigen spiegelbeeld niet herkent? Dat vind ik een hele goede, scherpe vraag van je, maar ik kan daar geen antwoord op geven. Regilio, ik kan me dat bij jou wel eens voorstellen, dat jij na een wedstrijd toch een beetje schrikt als je die spiegel ziet. Ja, ik word weinig geraakt in de wedstrijd, dus ik herken mezelf meestal wel. Meestal mijn tegenstander. Maar het komt natuurlijk wel eens voor dat je een keukenkastje open doet of wat, dan kun je zat al eens een keer een klap krijgen. Daarom doe ik vaak een bril op, dus ik heb er wel geen last van. Dat is al met, jij is dat zo? Doe je echt een bril op? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb er geen last van. Ah, ja. En maar wanneer, want je bent toch, want je hebt nu, hoeveel wedstrijden heb je nu weer gespeeld nadat je bij je terugkomt, zeg maar? Drie. Ben je er niet eentje, ben je niet bij de eerste al knock-out gegaan? Nee, nou, dan heb je verkeerd informatie gekregen. Nou, ik zag iets liggen, ik dacht dat is een Regilio. Eerste voor gewonnen, tweede voor maar punten. Oké. Okay. Ik ben nog nooit knock-out geweest. Maar nee, maar nog nooit? Maar je hebt wel een paar klappen gehad, neem ik aan. Ik heb wel eens mijn leven klappen gehad, ja. Ben je bang dat je hier knock-out gaat, trouwens? Nou, ik ben bang voor wel, ja. Ja, maar dit is echt te spelen. Oké. Zullen wij weer verder gaan? Want we moeten het ook niet te vrolijk maken, toch? Lekker in te kakken, man. Ja. Oké, we gaan verder. En we gaan verder met visueel redeneren. Dat klinkt een beetje vreemd, dus ik ga dat even heel kort uitleggen. Je krijgt steeds een aantal figuren te zien die volgens een bepaald patroon veranderen. En je moet dus eigenlijk ontdekken wat dat patroon is en aangeven welk figuur dan op die lege plek hoort. Om dat wat duidelijker te maken dan zoals ik het nu zeg, komt er eerst weer even een voorbeeldje. Je hebt bij deze vragenronde overigens 25 seconden bedenktijd. Dat is best veel. Eerst even het voorbeeld. De vraag is natuurlijk, maak de reeks af. Ik denk dat deze te doen is. Dat denk ik echt. Dat geldt tot nu toe overigens altijd voor de voorbeelden. Die zijn best te doen. Dit ook, het juiste antwoord, ja... Ik mag het nog niet zeggen natuurlijk, maar je weet het wel, het juiste antwoord. Je ziet het hier, is C. Oh, figuren ja. Worden steeds... Oh ja, nu heeft Rob hem ook door, dus goed. Oké, nu is het allemaal duidelijk. Laten we ons concentreren. Cameramensen worden hier constant uitgescholden omdat ze ergens voor staan. We gaan door naar vraag 41, serieus nu. De vraag is, maak de reeks af. Vraag 42 is dezelfde. Maak de reeks af. Vraag 43 ook weer. Maak de reeks af. Ja.
En nog eentje, vraag 44. Maak de reeks af. Lang. Ik zie jou echt op het puntje van je stoel zitten. Hè? Dat klopt, maar ik heb ook niet zulke goede ogen. Dus om het beeld goed te kunnen zien, moet ik wel naar voren. Ja. Is dat, doe je vaak dit soort tests of is het jouw eerste keer? Nee, nooit. Mijn eerste keer. Als jij nou zo aan het trainen bent, dus gewoon een beetje in het wilde weg aan het rennen, zeg maar. Heb je dan ook allemaal van die markeermomenten dat je denkt, oh ja, daar heb je die driehoekjes, omdat het bijvoorbeeld haaientanden van de weg zijn. Nou moet ik nog 6 kilometer? Of, ja, dat heb je vaak wel. En ook in tijd. Weet je wel, zo van, oh, op dit punt heb ik altijd zoveel minuten, dus dan wil je dat de volgende keer ook weer, of sneller natuurlijk. Ja, ja, dus, dat soort, dus eigenlijk heb je nog wel een beetje mazzel met dit soort symbolen. Nou, want we hebben heel veel driehoekjes en zo cirkeltjes. Zou ik niet willen en, zeggen, nee. Nee. Maar ja, je hebt dus weer blijkbaar slechte ogen. Ja, dat wel, ja. Ja. Helaas. Hoe gaat het, wie vindt het van jullie bekende Nederlanders op dit moment echt gewoon te moeilijk? Dat je echt dacht, Yvonne? Ik vind het echt te moeilijk. Ik dacht in het begin dat ik nog belangrijk zou vinden dat ik er goed uitkwam. Nee, ja. Maar het is helemaal weg. Ja. En, maar welk, waar is het moment gekomen dat je dacht van, nou ja, hier ben bij ik niet voor gebouwd? Drie? Bij vraag 3. Vraag 3, dat was... Ja. Ja. Nou moet ik daar... We zullen daar later nog wel komen, maar ik moet daar misschien toch voor de helderheid iets bij zeggen. Ik heb hem niet echt gedaan, maar we hebben hem vanmiddag gerepeteerd. Ik vond hem ook ontzettend moeilijk en toen zei ik dat tegen de psychologen. Maar die zeiden wel van, we nemen natuurlijk wel de norm. Dus het is niet zo dat als deze test moeilijker is dan, laten we zeggen, een IQ-test van vorig jaar, dat je dan per se slechter hoeft te scoren. Dus is dat nog een klein opstekentje? Ja, ik weet het niet. Zij doen allemaal net alsof het heel makkelijk is. Nee. Ik wil heel graag samenwerken, maar ze doen niet mee. Nee, maar dat mag natuurlijk niet. Nee. We hebben er wel over gedacht om met z'n allen gewoon op te stappen. Dat was tijdens die spreekwoorden, geloof ik al. Ah, dat zou... zullen we gewoon allemaal weggaan. Maar dat zou flauw zijn toch weer, vind wel. Je niet? Ja. Rob Oudkerk? Makkie? Ik vind het razend moeilijk. Okay. Dat meen ik echt. Er is geen vraag, ja, misschien eentje. Waarvan je denkt, ja, hop, meteen binnen 2 seconden. Dus je zit naar het balkje te kijken en je hoopt dat je nog wat extra tijd krijgt. En dan druk je. Dat is ook al 2 keer te laat gebeurd trouwens. Okay. Oh. Nou, we gaan weer snel verder. Ik hoop, concentreer je weer. We gaan verder met het onderdeeltje. Er staat weer een camera voor mensen. Niet zeuren jongens, we gaan door met het onderdeeltje visueel redeneren. Vraag 45. Maak de reeks af. Het is geen voorbeeld, het is meteen serieus. Maak de reeks af. Vraag 46. Maak de reeks af. En ook vraag 47 is, maak de reeks af. Vraag 48. Maak de reeks af. Mooi. Nou, deze reeks hebben wij even afgemaakt. Tot zover dan deze tweede vragenronde. We zijn er nog niet, maar haal even adem.
tweede blok. En ze halen hier inderdaad adem. Ik zie sommige mensen echt bijna erin hangen ook. Als ze naar binnen gaan. Je moet ook weer uitademen gewoon. Hè? Want we gaan nog eventjes door. Voor de sms'ers thuis is het weer tijd om de antwoorden te gaan doorsturen. Check nog even of je inderdaad 24 antwoorden hebt. En stuur ze dan door via telefoonnummer 4600. Ja, stiekem hoop ik natuurlijk als Nederlander dat de Belgen niet gaan winnen. Dat lijkt me duidelijk. Ik moet er wel eventjes bij zeggen dat er nu al één Belg heel goed bezig is. Maar niet juichen, want de rest van de tribune haalt het gemiddelde volledig naar beneden. Door naar de derde en laatste vragenronde. Goed, en ook voor die ene genaturaliseerde Belg geldt natuurlijk dat er het laatste blok aankomt. En dat is het blok numerieke intelligentie. Met andere woorden, we gaan rekenen. Iedereen thuis, niet smokkelen met een rekenmachine. We gaan hoofdrekenen. En jullie weten het, het is geen schande als je een antwoord niet weet. Probeer wel altijd een antwoord te geven. Want als je geen antwoord geeft, ja, dan heb je het sowieso fout natuurlijk. Je hebt voor dit onderdeel 20 seconden bedenktijd. En ik kom eerst weer met een voorbeeldvraag. Hoewel ik wel moet zeggen dat dat voorbeeld natuurlijk altijd makkelijk is. Dus ook nu weer. Het voorbeeld is, wat is de wortel van 144? Ik weet dat je deze niet hebt. Wist dat het zo? Weet ik niet meer hoor. Maar nu moet je echt... Ja jongens, als de bekende Nederlanders nou bij het voorbeeld al gaan mekkeren. Kom op! Ik zal het even zeggen. Het juiste antwoord is natuurlijk bij die wortel natuurlijk B, 12. 12 keer 12 is 144. Ja? Okay. Uitgestreken smoel erbij. Simpel. Twee vingers in mijn neus dit. Nu gaan we het serieus doen. Hier komt vraag 49. Wat is de wortel van 225? Vraag 50. Wat is de wortel van 169? Vraag 51. Wat is het kwadraat van 22? Vraag 52. Wat is het kwadraat van 46? En een vraag uit de praktijk, vraag 53. Als één videoband €5,95 kost, hoeveel kost dan een dozijn van die banden? Vraag 54. De som van deze getallen is 4800. Welk getal moet dan op de lege plek? Oké, heel even kort. Zeg Jan, was jij vroeger goed eigenlijk met rekenen op school, Jan Veen? Nee. Is er wel eens muziek zo moeilijk dat je het niet kan snappen? Nou, muziek heeft wel iets met abstracte intelligentie te maken en wiskunde. Dus het is wel een relatie ertussen, alleen ik begrijp hem niet. De muziek is meer intuïtie eigenlijk. Maar laten we zeggen, je hebt bijvoorbeeld de 12-toonstechniek van Schoenberg of zo. En is dat dan, zit je daar dan met een rekenlineaal bij? Nou, er zit een systematiek in. Alleen als je het echt kan, dan doe je het op je intuïtie. Dus je kan het toch bypassen.
Je kan er langs heen. Dus jij doet het op je intuïtie. Ja. Heb je dit ook op je intuïtie gedaan? Ja, al deze rekensommetjes? Ik denk niet dat dat goed werkt. Dit. Nee, we hebben tenminste niks van een mooi geluid uit jouw hoekje gehoord nu. Nee, heel tevreden ben ik wel. Dit ging vrij makkelijk, hè? Verder dit geloof was makkelijk, ik. Bij dit de... Ja, ik zie iedereen heel relaxed en opgelucht zitten, behalve Yvonne. Ja, die is eerlijk. Ja, ik moest het blijkbaar hebben van het eerste gedeelte. Ja, die eerste twee vragen bedoel je. Ja. Ja. Ja, jij hebt echt gepiekt bij je eerste twee vragen, hè? Toen was het klaar. Ja. Oké, okay, we gaan weer even verder. Nee, hier nog meer. Ja, nog meer. En bovendien ook nog meer rekenen. Het is geen voorbeeld, we gaan gewoon door met een serieuze vraag, hè? Vraag 55. De som van deze getallen is 10.500. Welk getal moet dan op de lege plek? Vraag 56. Als 16 personen een schuur kunnen bouwen in 8 dagen, hoeveel personen zijn er dan nodig om die schuur in een halve dag te bouwen? Vraag 57. Robert koopt 1 bos anjers van €2,95 en 4 bossen rode rozen van €3,95 per bos. Hoeveel euro betaalt hij totaal? Vraag 58 nu. Een fles wijn kost €6,50. Hoeveel kost een gros van deze flessen? Vraag 59. Wat is de wortel van 484? Vraag 60. De som van deze getallen is 422. Welk getal moet er dan op de lege plek? Kleine luchthappauze even. Rob Oudkerk, in deze tijd zo tot 15 mei met de landelijke verkiezingen en ook die andere verkiezingen die eraan komen, kunnen politici opeens veel beter rekenen? Merk je daar bij jezelf al iets van? Nee. Als je denkt maar van... het is steeds net 5 of 10 seconden te kort. Ja. Ja. Dat meen ik echt. En dat wist jij, Pau. Ja. Ja, maar anders is het ook niet leuk. Dan heeft iedereen het goed. Ja, je bent er net aan toe en dan... Ja, dan moet je drukken en dan, ja. Ga je gokken. Ja, er is al eerder gezegd dat blijkbaar die snelheid toch heel erg belangrijk is voor die intelligentie. Is dat bij een van de anderen zo dat je denkt, ik ben normaal gesproken, moet ik het ook... Ja, jullie moeten het, de sportmensen moeten het sowieso erg van hun snelheid hebben. Rob Campus, jij moet het toch ook van je snelheid hebben in een alertheid of zo? Ja, als ik lang over een grap nadenk, zal die wel leuker worden, maar ja. Dan zijn die zaal leeg. Dus, maar is het dan ook zo dat jij bijvoorbeeld in een zaal niet zo goed bent om heel snel een grap te maken die je niet van tevoren hebt verzonnen? Nee. Dat kan je wel. Ja? Nee, maar dat heb ik dan. Maar dat nekt mij nu. Ik heb 2 keer een antwoord gegeven dat ik halverwege dacht: het is hem. En dan dacht ik nog even een keertje nakijken. En dan was die tijd om, dacht ik: nee, het was hem niet. Dus ja, het is een handicap, snel denken. Ja, dat weet ik ook. Oké. Nou, ja, zo kan ik. Het is een handicap snel denken en iedereen begint heel langzaam te applaudisseren. Ja. Bridget, hoe gaat het eigenlijk in de studio? Nou, ik sta niet voor niks bij de allochtonen, want bij dit onderdeel, namelijk het rekenonderdeel, staan ze absoluut hun mannetje. Ja. Maar ja, nogmaals, het is maar 1 onderdeel, een klein onderdeel. En ik durf het bijna niet te zeggen, hou het vol, want hij wordt alleen nog maar moeilijker. Ja.
Ik kan niet anders dan dat onderschrijven wat Bridget zegt. Het wordt alleen nog maar moeilijker. Maar er is een klein lichtpuntje. Het zijn nog maar 12 vragen. Nog maar 12 vragen. Dus nog heel even, pers die laatste resten concentratie even samen. Het is helemaal geen schande als je een antwoord niet weet. Hou het even vol. We gaan naar een nieuw onderdeel. En dat klinkt al als een afrodisiacum. Het heet de getallenreeksen. Je krijgt een rij getallen te zien waarbij je erachter moet komen wat het laatste getal moet zijn. En je hebt daarvoor 25 seconden bedenktijd. En ik krijg, tuurlijk krijg je een voorbeeld. Maar ik ga er even rustig zitten. Ontspan je, voorbeeldje. Maak de reeks af. Ja, nou, simpel. Ja, die kan wel. Ja, 2, 3, 4. Het juiste antwoord hier, hè, ik kan hem wel even voordoen, is eigenlijk 6. En ik zal je ook zeggen waarom. Het is steeds plus 2 en min 1. Weet je, dus 2 plus 2 is 4. En min 1 is 3, dan weer plus 2 is 5. En min 1 is 4. En weer 2 erbij en dan kom je vanzelf uit op 6. Ja? Snapt iedereen deze logica? Ja, okay. Deze wel. Goed. Die logica gaat niet per se op voor alle anderen, hè? Maar we gaan nu wel serieus doen. Vraag 61. Maak de reeks af. Vraag 62. Maak de reeks af. Vraag 63. Maak de reeks af. Heel naar van mij, maar er zit overal een logica in, hè? Ook bij vraag 64. Welk getal hoort er tussen de haakjes? Dat ook voor vraag 65. Welk getal hoort er tussen de haakjes? Vraag 66. Wat is het ontbrekende getal? Ik zie jullie, Sylvana, allemaal zo naar de monitor kijken. En dan soms lijkt het wel alsof daar gewoon een soort avonturenfilm op te zien is. Ja, het is echt zo. Het is echt... Ja. Nee, in het begin, bij deze reeks, toen riepen we allemaal van... Ah, dit flikken we wel, weet je wel. Gewoon. Ja. Maar die laatste twee, sorry. Je zweert dat er logica in zat, hè? Ja, maar soms is logica ver te zoeken natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nee, dan... We zijn heel erg benieuwd. Irene, je zit er zo stilletjes. Ja, ik ben gewoon een beetje... Ik wil het vanavond thuis overdoen. Maar dan gewoon op mijn gemak en lekker... Even, geef me nog een kans. En, laat die mannen bij mij met een wijntje thuis komen en hou op. Oké. Okay. Nou, jullie mogen het allemaal vanavond nog een keer thuis doen. Maar eerst nu voor het EGI nog even onder tijdsdruk. Want dat is belangrijk. Onder tijdsdruk is het nu ook tijd voor die laatste loodjes. De laatste 6 vragen. De allerlaatste 6 van de Nationale IQ-test 2002. Concentreer je nog heel even.
Vraag 67. Geen voorbeeld. We beginnen meteen weer. Wat is het ontbrekende getal? Vraag 68. Als 1 mijl 1609 meter is en 1 centimeter is 0,01 meter, hoeveel centimeter is dan 4 mijl? Vraag 69. Nog even, jongens, nog even. Een kudde bestaat uit 48 schapen. 25% is geschoren, 75% is ongeschoren. Als 25% van de ongeschoren schapen een blauwe stip heeft, hoeveel zijn dat er dan? Vraag 70. Een handelaar in klassieke auto's heeft in totaal 60 auto's. De waarde van het totale wagenpark is 900.000 gulden. Hoeveel is dat ongeveer in euro's? Nog twee vragen. Nog heel even. Maak de reeks af. De laatste vraag. Maak de reeks af. Mooi. Dit waren 72 vragen. En ik heb van de week een documentaire op de televisie gezien over hoogbegaafde kinderen. En Troostje, dat is ook geen pretje. Ik hoop dat het allemaal ging. Je kan nu even rustig ademhalen. Deze test, de IQ-test 2002, zit erop. Applausje voor jezelf hoor, je hoeft niet voor mij te klappen. Ik heb niet meegedaan. Trouwens, ik had geen één vraag goed gehad hoor. Dus wat dat betreft, volgens mij heb je het nog allemaal heel erg goed gedaan. Voor de sms'ers is het nu eventjes belangrijk dat je weer je laatste sms'jes gaat versturen. En natuurlijk ook weer je leeftijd meestuurt, anders kunnen we uiteindelijk niet de uitslag gaan uitrekenen. Tel nu eerst even je antwoorden na. Het moeten er dus 24 zijn. Als je ze hebt ingevoerd, vul je daarna je leeftijd in. En dan ga je het dus versturen. Het telefoonnummer is 4600, oftewel 4600. En iedereen die via internet meedoet, stuur nu ook je antwoorden in. En iedereen die met een scorekaart of pen en papier meedoet, moet die ook gewoon bij de hand houden voor straks in het tweede deel van de Nationale IQ-test 2002. Wat een lap. Jeroen, neem het even over. Ja, nou goed, wat wij straks gaan doen in dat tweede deel is dat wij antwoord gaan geven natuurlijk op al die vragen die nu gesteld zijn. Maar we gaan jou natuurlijk ook hopelijk duidelijk maken wie nou van deze 8 BN'ers bijvoorbeeld de slimste is of niet. Heeft er iemand al het... Regilio, heb jij al... Ik weet het niet. Je weet het. Heb je ook een... doe eens een suggestie. Wie denk je als je daar zo dat slagveld naast je over ziet van... Ik dacht eigenlijk...
Zij, ja. Ik niet. Maar zij klaagt in over dat zij de slimste zou zijn. Jij dacht dat hij van de slimste zou zijn. Ja, maar die is het dan niet. Dus ik ben het echt niet. Nee? Ik speel het altijd. Ja, maar vandaag speel je het niet eens. Nee, ik val echt ontzettend door de mand, ben ik bang. Weet je dat? Weet je niet. Irene, jij zit een beetje stil van beeld op beeld te draaien. Ik ga de andere kant op. Nou, weet je wel, die vragen die komen dan allemaal wel, komen me dan heel bekend voor. Maar meer in die kinderboekjes van mijn dochter, weet je wel? Van die figuurtjes ja, die en zo. Ja. En dan denk ik, ja, dat is. Dus jij hebt hier al een voorsprong, bedoel je? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar toch is het dan, die tijd is het dan een beetje, maakt het een beetje moeilijk. En doe eens een gok, wie schat jij nou zo in? Ik denk op basis van wat ik nu heb meegemaakt hier, denk ik Rob. Omdat hij echt zo zat, oh ja, oh dat is dit, oh dat is dat. Oh, ik zie het al. En dan begon de ticker nog niet eens, dus dan wist hij het al. Dus ja, het is eigenlijk, ja. Ja, dat zou wel opmerkelijk zijn, een hele intelligente politicus Rob Oudkerk. Nee, die Rob. Oh. Nee. De lofjes gaan aan elkaar. Nee, niet. Jij dacht aan Campus? Ja, dacht ik echt. En alleen omdat ik, de andere Rob heb horen zeggen, ik hou mee op. Dacht ik, nou, dat is dan ook, dat wordt ook niks. Nou, de Rob naast mij, die riep af en toe, na afloop helaas, de logica van sommige dingen waarvan ik echt de logica niet had gezien. Dus, nou ga ik diep vallen hoor, straks. Godzame. Prijs mij even allemaal omhoog, zodat ik straks een beetje naar beneden kan pletteren. Ja. Oké, Jan, dat jij denkt ik hou mijn mond, dan kom ik misschien goed weg. Maar hoe voel je? Valt wel mee. Wat wou je weten van mij? Ja, heb je het overal een beetje een aardig gevoel erover? Nou, ik had mijn bril ook niet op, dus het is een mooi excuus. Ja, als het slecht alweer gaat, een excuus. Ik kan het haast niet zien, maar voor de rest had ik het ook niet gehaald, denk ik. Oké, we gaan het straks in deel 2 horen. En dan zullen we ook kijken of jullie allemaal de sportiviteit hebben om het ook duidelijk te maken, kenbaar te maken, ons allemaal. Jullie krijgen het eerst te horen. Nou, nee. Moet meteen besluiten. Maar dat vertel ik straks allemaal. Even naar onze deskundigen, want die hebben een tijdje niet gezien. Maar jullie hebben het allemaal wel goed gevolgd, heren, geloof ik, hè? Absoluut. Ja. Hoe is het gegaan als u zo een beetje... Want vond u het zelf ook niet een beetje aan de moeilijke kant, meneer Drent? Ik wil er nog wel iets over zeggen. Heb ik daar even een seconde voor? 1 seconde, precies. U heeft het juiste tijdspad genomen. Nou, men denkt dat het hetzelfde is als een proefwerk bijvoorbeeld, waar je alles goed moet hebben. Maar dat is in dit geval niet. In feite moet je ook spreiding hebben aan de bovenkant. Dus het gemiddelde moet ongeveer in het gemiddelde van de totale score liggen. Dat is ten eerste. En ten tweede, die moeilijkheid, die geldt natuurlijk ook voor de normeringsgroep. Dus je wordt gewoon vergeleken met de norm. Ja. En in feite, als een subtest heel moeilijk is, wel, dan geldt dat ook voor de normeringsgroep. En dat is jullie vergelijkingsgroep. Nou ja, dat is dan een hele dat is dan een hele geruststelling. Ik hoop dat denk jij dat dat genoeg is, Bridget, die geruststelling? Nou, voor mij wel, maar ik doe tenslotte niet mee natuurlijk. Maar ik denk voor de bekende Nederlanders in dit geval even niet. Maar echt jongens, het komt allemaal goed. Er is gewoon een gemiddelde. En als je maar binnen het gemiddelde valt, komt het allemaal wel goed. Tot zover het eerste deel van de nationale IQ-test. Het is bijna 9:45. Ga de deur niet uit. Want over 3 kwartier na Studiosport zijn we natuurlijk weer terug. En dan geven we alle goede antwoorden. En kom je er dus achter hoe je gescoord hebt. We horen dan ook welke BN'ers dapper genoeg zijn om hun IQ uiteindelijk ook bekend te maken. En of de vooroordelen in de studio bevestigd gaan worden. Uiteraard zullen onze deskundigen precies uitleggen hoe het nu zit met intelligentie. En hoe belangrijk het nou eigenlijk echt is om een hoog IQ te hebben. Om iets over 10:30 zijn we terug met het tweede deel van de Nationale IQ-test 2002.